Voor gevonden voorwerpen kun je niet meer bij de politie terecht. Het gemeentekantoor is tegenwoordig de plaats waar je moet zijn. Daar wilden wij het fijne van weten en spraken af met Maroeska van Adrichem van de gemeente Pijnekernoodorp. Gevonden voorwerp is eigenlijk een abstract begrip. Wat zijn dat nou eigenlijk? Ja, gevonden voorwerpen, dat zijn natuurlijk in een heleboel verschillende vormen. Wat natuurlijk vaak binnengebracht wordt, dat zijn sleutels, portemonnees, soms sieraden. Maar ook hele aparte dingen, zoals bijvoorbeeld gehoorapparaten. Hoewel die vaker verloren worden dan gevonden. Laatst is er ook een hond als gevonden opgegeven. Die hebben de mensen wel thuis gehouden. En daar is gelukkig ook een match uitgekomen. Dus de hond is weer bij de eigenaar. Voorheen deed de politie dit. Waarom heeft de gemeente deze taak overgenomen? Het ministerie van Justitie die vonden eigenlijk dat het niet een taak van de politie is, maar meer bij de gemeente thuis hoort. Dus ja, wij hebben dat overgenomen van de politie. En ik denk ook dat het wel bij een gemeente past. Het is toch steeds meer een één punt waar een burger voor allerlei zaken terecht kan. Dus ook voor gevonden en verloren voorwerpen. Stel, iemand vindt een voorwerp, wat moeten ze dan doen? Nou, er zijn verschillende opties. Het makkelijkste is om dat digitaal door te geven. Dat gaat via de website van de gemeente. Dus www.pijnakker-nodorp.nl. Daar kan het digitale formulier ingevuld worden. Is geen DigiD-code voor nodig. Kan gewoon zelf ingevuld en opgestuurd worden. Mensen kunnen ook ervoor kiezen, zeker oudere mensen die toch wat minder thuis zijn met de computer. Die kunnen het ook ter plekke inkopen. Leveren bij de gemeente. Dan vullen ze een formulier in met alle gegevens, wat het is, hoe het eruit ziet, allerlei kenmerken en eventueel contactgegevens. Mensen kunnen ook kiezen, ik mag bekend worden bij de eigenaar of niet. En dan wordt het bij ons geregistreerd en wordt het ook vastgelegd als iemand iets als verloren opgeeft. Krijgt hij daar ook een bevestiging van om eventueel voor de verzekering te gebruiken? Stel, de spullen worden niet opgehaald. Wat doet de gemeente er dan mee? Ook daar zijn verschillende situaties. Als het nog bij de eigenaar of bij degene is die het gevonden heeft, na 3 maanden wordt die eigenaar als er niemand voor komt. En dat is zo bij kleine spullen, relativ kleine. Tot €450 van waarde. Daarnaast, als het bij de gemeente binnengebracht wordt, dan doet de vinder er afstand van. En dan wordt de gemeente beheerder en na 3 maanden ook eventueel eigenaar. En bij spullen van boven de €450 van waarde is dat een jaar. Dus daar is een langere termijn aan verbonden. En stel je bent iets verloren, hoe kun je je dan richten tot de gemeente, ook via internet? Ja, dat is ook via de website en ook via datzelfde onderdeel, een digitaal formulier. We hebben er eentje voor gevonden voorwerpen en 1 formulier voor verloren voorwerpen. En ook daarbij is het van belang, geef zoveel mogelijk details weer bij sleutelbos, een bepaalde sleutelhanger, kleur van een portemonnee, dat soort zaken. Bij sieraden ook een duidelijke omschrijving, zodat het makkelijker is voor ons om een match te vinden. Werkt het nieuwe principe? Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Bijvoorbeeld afgelopen maand, over juni, zijn er 20 gevonden voorwerpen aangemeld bij de gemeente. Daarnaast 32 verloren voorwerpen aangegeven. En hadden we een match, 13 matches over de hele maand. Waaronder bijvoorbeeld de hond, waar ik het eerder al over had. Veel matches zijn portemonnees, sleutelbossen. Dat was het voornamelijk deze maand.